Ja, Van Rijn, het geruchtencircuit is al een tijdje op gang gekomen. Inmiddels is wel al duidelijk, jij gaat de stal van Hugo Langeweg toch verlaten. Ja, dat klopt. Dat klopt. Wat is daar de achterliggende gedachte van? Nou, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd toch wel wat mensen heb gesproken die toch al vroegen of ik interesse had in Zweden. En ja, het is toch ook een beetje met misschien ook wel met de tijd. Ja, corona heeft misschien ook bij mij wel wat de negatieve spiraal ingedoken. En ja, ik kreeg ineens misschien toch een goed gevoel erbij. Dat ik misschien daar toch voor mij meer toekomst ligt als in Nederland en in dit geval bij Hugo. Je wilt je horizon gaan verbreden? Ja, dat ga ik proberen. Of het lukt is een tweede, maar... Kijk, bij Hugo ben ik eigenlijk wel op een stal die bij de top 3, top 4 van Nederland behoort. Dus ik heb lang meegedaan voor het kampioenschap. Dus dat was eigenlijk wel mijn doel van afgelopen jaar. Die heb ik niet gehaald. Maar ja, het schip komt nu voorbij. En ik kan er voorbij laten varen of ik kan erop stappen. En ik heb er in dit geval voor gekozen om er toch op te stappen. Zometeen komen we even terug op het schip. Ik kan me toch voorstellen dat het een lastige beslissing was. Ook omdat je ja, weet hoe graag Hugo je had ook willen houden. Ja, klopt. Ik heb, ja, het is voor mij ook ja, geen makkelijke beslissing geweest. En, ik heb met Hugo ook wel veel over gehad. En, ik had ook gezegd, ik denk als er geen corona was en je had elke twee weken Alkmaar, hadden we misschien anders voor gestaan. Dan had ik waarschijnlijk al veel mijn koers gewonnen. En, ja, dat geeft je toch ook weer positieve energie. En, ja, de vorm was gewoon wat minder de laatste maanden. En ja, dan sluipt het er toch een beetje in op een of andere manier. Ik heb in de wandelgangen vernomen, gestuurd Lasbeck, maar het is nog niet definitief, hè? Nee, klopt. Lasbeck is toch wel een serieuze trainingstal in principe, die eigenlijk op verschillende schijven gaat. Dus vandaar dat ik wel met Jozef Fransel, die in principe privé-trainer is daar, heb ik gesproken. En dat lijkt heel goed. En ik heb nog één gesprek met meneer Hertz zelf. En... ja, mocht dat allemaal goed uitpakken, dan denk ik toch dat ik die kant op ga. Ja, en dan richt je met name op Zweden? Dat is wel hun insteek, ja. Ze hebben voornamelijk Zweedse paarden de laatste jaren. En ook in Duitsland is de sport niet in beste tijden. En ja, dat merken hun ook. En ja, vandaar dat ze met mij toch als rijder en ook eventueel als trainer in Zweden ja, de stap willen maken. En ja, dat is voor mij denk ik wel een kans om met goede paarden naar Zweden te gaan. En dat je niet dat je gewoon een vaste rijder bent. En dan heb je ook de kans om wat neer te zetten. En dat je niet afhankelijk bent van gasritten of dat soort praktijken. Dus vandaar denk ik dat voor mij misschien toch een opstap is naar, naar het grotere werk, zeg maar. Het klinkt, Jaap, als een golden opportunity waarvan iedereen denk ik begrijpt dat jij dat gaat doen. Succes. Ja, dank je.